Het is april en het water warmt op. De pijlinktvissen verzamelen zich in ondiep water voor een bijzonder ritueel. Samen maken ze een prachtig goudkleurig kunstwerk. In elkaar gedraaide ijssnoeren met in iedere streng meer dan 100 eitjes. Het vrouwtje gooit haar charmes in de strijd bij het grote, sterke mannetje. Met een speciale arm brengt hij zijn zaadpakketjes in de mantelholte van het vrouwtje. Waarna zij de bevruchte ijsstrengen afzet. Dit ritueel herhaalt zich wekenlang en ieder vrouwtje zet tientallen ijssnoeren af. Met hun uitstekende ogen houden de pijlinktvissen de omgeving goed in de gaten. Want een hongerige zeehond zou zomaar toe kunnen slaan.